En weer een bestelling van ASM binnen. Oeps, een nieuwe verslaving, denk ik. En een mooie... Voorzichtig eens. Hier staat... Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en de kindertjes zijn allemaal al aangekleed. Noemee ook, Niva ligt alweer op bed en het is inmiddels 9:55, dus ik ga snel naar de winkel om een ochtendje te werken van 10 tot 2. En vanmiddag gaan we dan nog naar Dennis' ouders, alvast voor vaderdag. Superleuk klant alweer gehad vanochtend in de winkel, dus de tijd gaat lekker snel. Het is inmiddels alweer tijd voor de lunch, voor mijn kwark met yoghurt, met aardbeien, muesli en flavorpoeder. En weer een bestelling van ASM binnen. Oeps, een nieuwe verslaving, denk ik. En een mooie grote shakebeker. De flavorpoeder met de banaansplit smaak. Die hadden ze alleen maar in kleine zakjes. De grote was uitverkocht, maar die is er dus weer. Echt heel lekker, net als je een bananenkwark, zoals je heet. En ik heb om te proberen nog een zakjes besteld met proteïne. Een soort ranja-achtig. Nog een flavorpoeder smaakjes en kleine zakjes. Om te proberen, zal ik even laten weten of die lekker zijn. En dan nog een oliespray om in te bakken met veel minder calorietjes. Dus dat. We zijn onderweg naar Scheena, naar Dennis zijn ouders. Joejoe! Eindelijk zon. Lekker snel, Max Verstappen. Ja. Voorzichtig eens. Hier staat. Wow, heb je van oma gekregen? Mooi, ja. Oh. Voor op je fiets? Ja. Cool. Ik heb het wel iets, maar dat kan allemaal even zonder. Wat zit er in een boodschappentas? Wat is dit? Nee, brood. Rozijnen, noten. En wat nog meer? Wortels, mais. Wat is het? Eieren en yoghurt. Ja. En hoeveel wortels dan? 8. 8 wortels? Twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. En dan hebben we? Ja, bijen. Een paloen. Aardbeien. Twee waterpaloen. Ja, goed zo. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
lopen. En wat hebben we dan nog meer in de boodschappentas? Vispen. Mes. En eentje. Mama. 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 Ja, wat is dat? In de klas. Het is werkelijk waar, gewoon 7:10 en we hebben alle kindertjes op bed liggen. We hadden de pyjama's meegenomen naar opa en oma, dus hebben ze daar gewassen in de pyjama gemaakt. En nu liggen ze lekker op bed. Helemaal top. Hebben wij lekker een rustig avondje samen op de bank.